Ik denk dat die overwinning Misha Brouwer niet meer kan ontgaan. Die maakt nu ook mee hoe een geweldenaar het eigenlijk is, die Jonker van Ettik. Neemt de leiding hier stevig in handen en loopt steeds verder weg van het veld. Het paard waarvan we allemaal hopen dat hij de 50 gaat halen. En dat gaat hij ook wel doen, want hij lijkt wel beter dan ooit, ondanks zijn 11 jaar. Wat een mooie overwinning voor Misha Brouwer en Jonker van Ettik met een straat. Josje E2, Bronco Boko 3 voor Evison en Sahir Charisma. Maar geduldig, dames en heren, Jonker van Ettik, hij wil echt niet stilstaan. Maar gelukkig weet Stalkrevas hoe belangrijk het is om toch de paarden in de etalage te zetten. En dus is hij er wel bij, maar dan zonder kar. 11 jaar deze Bruine Ruin Diamond Way van Ettik Wish. Duits gefokt in bezit van Stal PD. Bas Krebas, de winnende trainer. Misha Brouwer, de winnende leerling-piqueur. Ja, Misha, deze ervaring had je nog niet gehad, hè, Merp? Nee, zulke krek om te rijden, dat is echt fantastisch. Ja, probeer het eens te beschrijven dan. Ja, je zit gewoon met je handen vol onderweg. En het laatste stukje zit je nog met je handen vol, zeg maar. Ja, fantastisch. Ja. En dan zit je ver voor de paarden op zo'n laatste stuk. Merk je dan ook nog wat van het publiek? Nee, daar hou ik me niet mee bezig. Je bent gewoon nog steeds blij met elke overwinning. Zeker weten. Dankjewel, Misha. Op de foto. Misha, vandaag ook gesteund door zijn moeder. En de felicitaties gaan uit door aan Stal PD. De eigenaar. God, dat was het Joker de Zoete effect. En dan gaan ze samen voorlopen, dames en heren. Geef ze een applaus. Mooie winnaars. Misha Brouwer, hij is nog aan het nagenieten van dit paard. Jonker van Ettik. ...50 meter nog. Start valt, paarden onderweg en het is na de start in het midden van de baan. Paard nummer 3, Jonker van Ettik, die goed gestart is. Daar komt Bronco Boko aan de buitenkant. En aan de binnenzijde ligt daarbij Jos J.E. Zo gaan de deelnemers dan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Zout Kooijman ze allemaal voorbij daar aan de buitenkant met Bronco Boko. En die snelt met nummer 6 naar de leiding. Maar er komt een rokade, want aan de buitenzijde komt Misha Brouwer de leiding terugpakken. Met paard nummer 3, Jonker van Ettik. En daarachter is dan aan de binnenzijde Jos J.E. Maar het is een bewegelijke begin. Fase waarbij meer paarden graag een goede positie willen hebben. En inmiddels is daar aan de buitenzijde ook Dino Newport in het front te vinden. Deelnemers komen zo dadelijk af op de rechte lijn voor de tribune. Waarbij aan de binnenzijde Jonker van Ettik leidt met Dino Newport daar nu geheel naast. En daarachter volgt dan Bronco Boko. Achter Bronco Boko aan de buitenzijde dan daar ook op vierde stelling goed geplaatst Hyper Flying. Aan de binnenzijde Josje E. Evison gaat makkelijk mee. En daarachter hebben we dan aan de binnenzijde Talismano Plessis. En in het tweede spoor daarachter Zahir Charisma. Die zou kunnen profiteren van die furieuze opening. Maar goed, het tempo lijkt nu wel wat uit de koers gehaald te zijn door de koploper paard nummer 3 Jonker van Ettik. Jonker van Ettik op de tweede plaats Dino Newport. En aan de binnenzijde daarachter dan die Kooijman met zijn Bronco Boko. Achter Bronco Boko komt dan aan de buitenzijde mee Hyper Flying. En achter Hyper Flying is het dan Josje E. Die zal een beetje geluk moeten hebben vanuit deze positie. En achter Josje E komt dan in het tweede spoor Evison. Dan Zahir Charisma. En achter Zahir Charisma is de aansluiting voor Talismano Plessis. Paarden komen zo dadelijk langs de rechter. Eén volledige ronde te gaan. Jonker van Ettik dicteert het tempo. Bronco Boko op de tweede plaats. Wacht daar op de rug van de koploper. Tweede spoor voor Dino Newport. Biddend voor ruimte. Daarachter Finn Verkijk met Josh J. E. Maar als die ruimte mocht vinden zo dadelijk, dan kan die werkelijk afgeschoten worden. Evison die komt aan de buitenzijde nu in het derde spoor in de aanval. En de ruimte komt er voor Josh J. E. Daar is de ruimte. Maar ja, vooraan versnellen ze en lopen ze weg. En dat zijn natuurlijk niet de minste. Het is namelijk paard
start nummer 3, Jonker Fanatic, die nu keihard weg is gereden. Maar Josje E. die komt in de achtervolging en is een serieuze gegadigde, in ieder geval voor plek 2. Ik denk dat die overwinning Misha Brouwer niet meer kan ontgaan. Die maakt nu ook mee hoe een geweldenaar het eigenlijk is, die Jonker Fanatic. Neemt de leiding hier stevig in handen en loopt steeds verder weg van het veld. Het paard waarvan we allemaal hopen dat hij de 50 gaat halen. En dat gaat hij ook wel doen, want hij lijkt wel beter dan ooit, ondanks zijn 11 jaar. Wat een mooie overwinning voor Misha Brouwer en Jonker Fanatic met een straat. Josje E2, Bronco Boko 3 voor Evison en Sahir Charisma.